voor het volk, hè, en voor de mensen. Ja, ja, het was buitengewoon goed. Ja. En de foto's in de krant waren ook heel mooi. Ja. Vond wel heel indrukwekkend, toch wel, ja. Ja, maar ook dat zij als kind niet met andere kinderen mocht spelen, zoiets, hè. Ik vind dat, ja, dat zijn allemaal dingen die niet zo leuk is. Beetje ontroerend toch wel? Ja. Ja, vond ik wel, ja. Je vond een mooie, goede koningin? Vond ik zeker wel, ja. Ja. Waarom? Ja, een beetje gemoedelijk, een beetje moederfiguur, hè. Ja, vond ik wel, ja. Ja, die heb ik gezien. Ja. Ja, ik vond de mis heel leuk. Die vrouwelijke dint heel goed, vond ik. En nou, dat Christina zo goed kon zingen, dat had ik dus ook niet verwacht. Dat vond ik ook wel leuk. Ja. Ik vond een heel lief, een vrouw. Heel lief, heel lief. Ja. Dus een mooie tijd, hè, voor haar, vind ik. Toch? Ze heeft een mooie leeftijd, vind ik. Ik vond het wel een mooie uitvaart. Heb jij iets met de koningin, met de oud-koningin? Heb ik daar iets mee? Ja, nou, niet een bijzonder. Ik vond het wel een mooie. Ik vind het Koningshuis wel een mooi gegeven. En ik vond Juliana wel een, ja, ze leek me inderdaad wel een goede koningin. Ook wel natuurlijk door alles wat je nou nog een keer hoort, doordat ze overleden is. Want zij is natuurlijk niet echt van mijn tijd ook. Beatrix is wat bekender van mij. Daar heb ik nog misschien wel meer mee. Ja, je hebt meer Julia... zin als gedachten, hè? Ja. Maar Juliana is eigenlijk een beetje, ze doet me ook echt denken aan mijn oma. Weet je, mijn oma is 84. Nou, Juliana is al 10 jaar ouder, maar ja, was dan 10 jaar ouder. Maar dat is voor mij dat een beetje hetzelfde. Ik kon niet zien, maar ik moest werken. Dat was moeilijk. Maar we hebben wel met voetbal en zo wel een minuut stilgestaan. Ter ere van Juliana en dat. Dus, het is wel zielig, maar zo is het leven. Het heeft enorm veel geld gekost. Wel uw pakje. Dus voor mij had het niet zo nodig uit binnen hoeven, maar allemaal goed. Wie ben ik? Ja. Stukjes gezien. Heel indrukwekkend. Waarom? Nou, gewoon heel indrukwekkend. Ik ben niet koningsgezind, maar ik vond het gewoon heel indrukwekkend. Waarom? Ja, waarom, waarom, waarom? De hele entourage eromheen. Vond je het een goede koningin? Ja, hé. Hey. Wat ken ik. Net wat ik zeg, koningshuis zegt me niet veel. Ik heb er eerlijk gezegd niet mijn eigen ermee bezig gehouden. Omdat Juliana heb ik nooit gekend. Beatrix heeft altijd geregeerd voor mij. Dus ik heb voor de rest weinig aandacht aan besteed eigenlijk. Ja. Maar ja, het is natuurlijk altijd triest. En overlijden, dat is gewoon zo. Maar ik heb niet dat ik het helemaal gevolgd heb in de kranten en de bladen en op televisie. Je ziet altijd wel beelden, want het wordt constant herhaald. Maar het is wel indrukwekkend om te zien in ieder geval. Dat er nog zoveel mensen zijn die daar eigenlijk mee bezig zijn. Dus je ziet hoeveel toeschouwers er langs de kanten staan. En dan denk ik weer in mijn eigen van, waarom moet je eigenlijk gaan kijken naar iemand andermans leed in principe? Want zo is het eigenlijk. Ja. Ik zou het in ieder geval, als het mijn begrafenis zou zijn, dan zou ik er niet echt prettig mee zijn als er zoveel mensen langs de weg staan te kijken van hoe ziet die begrafenis eruit. Maar ja, dat is met door de media. Ja, natuurlijk. Wij hebben Juliana langer meegemaakt als Beatrix. Hè. He, want ik word in de 70 op 21 april op de dag dat Maxima op bezoek komt. Hey. Ja. Ja, dat is echt voor. Nee, ja, wel gekeken. Maar ja, dan is het over, hè? Vond het wel een goede koningin? Ja, kan er eigenlijk niet heel veel van zeggen, want ja, je kijkt en je ziet het, maar verder is. Ja, blijf het een beetje. Ik heb het toevallig niet gevolgd. Nee. Nee. Ik heb het wel s'avonds nog even gekeken naar de. Dat was van een uur. De herhaling. En ik moet zeggen, het maakt heel diep indruk, ja. Ja. Waarom? Nou, waarom? Omdat. Ja.
bedoel, je hebt ze toch nog wel wat meegemaakt. Hè? 1980 is ze geloof ik afgetreden. Maar ja, ik vond het ook een heel fijn, fijn mens om te zien. Ze was gewoon heel gewoon. En ze wilde net gewoon eigenlijk net als iedereen zijn. En dat vond ik eigenlijk wel heel bijzonder aan haar ook wel. Ja. Dat is toch uniek, ja. Ik heb wel op het nieuws gezien, maar verder is niet speciaal voor gaan zitten. Ja, is nee. Wel een koningin voor u geweest? Maar... Jawel, een hele lieve koningin, ja. Waarom was ze zo aardig? Echt menselijk was ze. Ja, heel menselijk. Beatrix... Die komt een beetje stug over, maar ja. Ja. Ze zal ook best vriendelijk zijn hoor, Beatrix. Maar dat valt nog niet mee om in moeders sporen te moeten treden, hè? Want iedereen heeft zijn eigen karakter. Hè? Ja, heel ja, mooi, heel waardig. Ja. En ook die dominee die het in, heel goed. Ja, ja vond ik heel, heel goed. Heb je iets met die verjaardag? Ja, omdat ze toch, de moeder des vaderlands, hè? Wij hebben ze toch een aantal jaren meegemaakt. Ik ruim bijna 40 jaar van jongs en vader. Nee, dat was best een mens dat midden in het volk stond. Waar zag je dat aan? Dat ze gewoon in. Gewoon dus die capsones had en dergelijke. Ja. Ja, ik denk, of ik hoop dat zeg maar, de mensen door de lente die op komst is, weer geïnspireerd worden voor een lekker leven. Dus dat we het zomaar gaan doen dit jaar. Hè. De groetjes thuis, zou ik maar zeggen. Hè. Ja. Aan veel groeten, hè. Bedankt. Ja. Is het goed te doen, iemand? Ja, heel boksel dan. Goed te doen? Ja? Nee, ik hoef niemand goed te doen. Ik zou het goed aan jou willen doen. Ja, dat vind ik leuk. Hoe vind je die? Ja. Ik doe het best voor mijn kinderen en voor mijn vrouw. Ja, en familie. Voor heel mensen van Boksel. Ja, iedereen die ik ken in Boksel. Ja? De groeten? Nee. Nee, ik hoef geen mannen goed te doen. Oké. Hey, houden we. Zo bedankt. Goed aan iedereen. Oké, nou bedankt. Hallo. Ja, het is lente, hè? Nee, ik ga toch naar huis en daar zitten tussen. Ja, niet dan? Hé, hey, tot ziens, hè? Doei. Groeten doen. Als ik iemand de groeten wil doen, ja, mijn vrouw wil ik de groeten doen. Wie? Nou, laat me jou nu leuke partner, doe ik de groeten aan. Oké, okay, dankjewel. Dag. Ik ben tevreden. Nou, mooi. En wat wil er dan nog meer? Ja, precies. Huh? Als iedereen zo is en iedereen maakt het elkaar naar de zin, ja, dan is het goed. Maar dat is helaas tegenwoordig niet meer. Misschien komt het alweer. De wereld is hard. Ja. Huh? Zo is dat. Jammer, hè? Ja. Ja. Bedankt, succes ermee. Zeg het maar. Zegt u het maar. Goed aan mijn familie. Ja? Ja. En dan? Dankjewel. Zo. Ja, en jou. Doei. Adieu. Aan iedereen die we kennen. Ja, verder niks. Oké, dankjewel. Goed. Doei. Ik wil mijn zuster groeten doen. Heel veel groeten. Okay. Ik doe het goed aan mijn twee dochters en mijn man. Die zit ergens met scouting op een wedstrijd. Ah. En aan tante Luus. En aan tante Luus. Aan wie? Aan tante Luus. En aan tante Zeven. En tante Zeven ook, ja. En tante Zeven, mijn twee oud-tantes. Ja, de familie Vlamings. Zeg, daar. Nou, Leo, de groeten van ons en toi toi. Iemand de groeten doen. Ja, dat hoeft niet, maar iedereen die ons kent. Iedereen. Ik ze aan mijn kleinkinderen. Aan mijn kleinkindjes. En hier alle volk hier in Boksel woont, hè? Oké, dankjewel. Goed zo. Ja,
iedereen die ik eigenlijk inderdaad vergeten ben, die ik eigenlijk zo graag de groeten zou willen doen. En ja, waarbij het er nooit van komt of waarbij je het gewoon vergeten bent. Ja. Ja, dat is het.